Een televisieprogramma dat in de 21ste eeuw nog wil meetellen, moet aan twee voorwaarden voldoen. Het moet live worden uitgezonden en het moet uit Amsterdam komen. Dat hebben twee al wat oudere heren nog net op tijd begrepen. Dus nu snel over naar Van Koten en de Bie. Hallo, een heel oud spreekwoord zegt: een brutaal mens heeft de halve wereld. Nou, dat willen we allemaal wel, de halve wereld. Maar liever drie kwart van de wereld. Of nog beter, de hele wereld. Maar dan kom je er niet als je alleen maar brutaal bent. Nee, zeer zeker niet. Want als jij echte touwtjes in handen wilt krijgen, de mensen pijpen wil laten dansen, dan moet je niet alleen brutaal zijn, maar ook bikkelhard, uitgekookt, monomaan en doortrapt. En dat alles noemen wij arrogant. Arrogant zijn is brutaal zijn, maar met stijl en zonder hart. Dus niet wachten tot je gelijk krijgt, maar je gelijk gewoon nemen. Kijk om je heen, dan zie je dat het niet de juppies zijn die de dienst uitmaken. Niet de aso's, de mats en de desperado's. Nee, het zijn op alle niveaus de arro's die bepalen wat er gebeurt. Dit is een live uitzending vanuit het Arro Café, de Rumrunners in Amsterdam. Een arrogant programma voor arrogante mensen en hen die dat willen worden. Het zou dus wel heel olie zijn als jij niet heel serieus naar ons blijft kijken. Omdat wij nou eenmaal het beste weten wat goed voor jou is. Ja! Dit is een live programma en dan kan er wel eens wat misgaan, een kleinigheidje hier. Dit is een live programma, dus dan kan er wel eens iets misgaan. Maar gelukkig hebben wij daarop gerekend. Wij hebben namelijk een stapel filmpjes klaar liggen. Filmpjes klaar liggen. Die nu gaan vertonen. Kunnen starten. Dit is een live programma. Het is natuurlijk prachtig als je arrogant bent, maar dan moet je die arrogantie wel ergens kwijt kunnen. Daarom vervult de sport zo'n enorm belangrijke rol in onze samenleving. Hoe meer er gesport wordt, hoe te beter het is. Want elke sportwedstrijd heeft nou eenmaal een scheidsrechter nodig en zo'n arbiter moet arrogant zijn. Nee, voor honderden arrogante Nederlanders is het maar goed dat ze één keer per week hun arrogantie van zich af kunnen fluiten. Omdat ze anders wel eens hele rare dingen zouden kunnen gaan doen. Stevig in handen. Het is een kwestie van natuurlijk leiderschap eigenlijk. Hè? Je straalt dat uit, dat heb je nou eenmaal. Of er nou water tussen zit, dat maakt mij niet uit. Ze hebben mij ook gevraagd voor het ondergrondse hockey en voor het luchthandbal. Ik zeg, jongens, het maakt mij niks uit. Ik ga hier eerst bij die OBB de zaak een beetje regelen. En dan kijken we wel weer verder, hè? Want goede scheidsrechters, ze zijn helemaal zeldzaam. Ja, dat kan er ook niks aan doen. Zwembadminton is de jongste lood aan de boom van de onderwatersporten. Onderwaterbadminton is een kijkspel van de eerste orde en daardoor ook buitengewoon geschikt voor de televisie. Het spel wordt gespeeld met twee ploegen van ieder twee spelers elk, in drie onderwatersets van elk 7,5 minuut. Al die tijd moet de zwembadmintonspeler geheel onder water blijven. Dus wel even diep ademhalen voor je in het diepe springt. Nou, als jij een beetje kan badmintonnen en je hebt je zwemdiploma's A en B, dan ben ook jij van harte welkom bij de OBB. Ik zal me maar gauw opgeven, want wie weet maak je dan kans op een plaats in het Nederlands onderwaterbadmintonteam dat zal gaan deelnemen aan de Olympische Spelen van 1992. Thank you.
zeg, jongens, laat mij dit regelen. En zo ben ik dus hoofdscheidsrechter. Ik ben bondscheidsrechter, ik ben afdelingsscheidsrechter. En ik ga de training voor de nationale selectie ga ik dan ook op poten zetten. Ja, het is een soort gave die je hebt meegekregen. Het leiderschap. En ik wil dat wel in dienst stellen van de organisatie die mij daarvoor vraagt. Maar dan moet ik wel natuurlijk feedback krijgen. Want anders zit ik ook maar een beetje in het luchtledige te werk. Hè? Dus... Hallo, kom je daar naar bij? Zo stuk naast de lijn. Hij was uit en een feestje aan Doffers wacht. Wie is hier de scheidsrechter Hoekstra? Ja, Oké. Hij was uit. Oh, had de honden wil. Wat zeiden wij, Hoekstra? Slecht honden. Voor 10 seconden boven water, 20 stand. Als arrogant gedrag ergens loont, dan is het wel bij de no-nonsense bestuurders van dit fantastische landje. Machthebbers schrijven het woord arrogantie steeds hoger in hun vaandel. En gelukkig nemen de lager geplaatste ambtenaren, ijverig als ze zijn, die arrogantische trekjes van hun bewindslieden verrassend snel over. Ik vertel u iets nieuws, dacht ik. Als ik u zeg dat het vervoer voor lichamelijke en geestelijke gehandicapten drastisch is gekortwiekt. Het heeft niet alleen maar nadelen, dacht ik. Die busjes die verdwijnen bijvoorbeeld. En een busje is toch 2 keer zo lang als een auto, dus de files zullen korter worden. Maar aan de andere kant vind ik dat we juist die zwakkeren in de samenleving niet aan hun lot mogen overlaten. En ik spreek hier over samenleving. En ik geloof dat we moeten zoeken naar oplossingen binnen de samenleving, ook binnen het familieverband. Iedereen heeft wel buren, overburen, benedenburen, buren links, buren rechts, onderburen misschien zelfs wel. En veel van die buren zullen de beschikking hebben over auto's van dit type, die tegenwoordig steeds populairder aan het worden zijn. Auto's zonder een achterbank, met een laadvloertje, grijs kentekenbewijs, eigenlijk officieel een bedrijfswagen. En het moet er mogelijk zijn om daarin met rolstoel en al 2 lichamelijke handicappen te plaatsen. Dat moet toch kunnen? 4. U hoort het zelf. En als we ze stapelen, dan kunnen er aan geestelijke gehandicapten misschien wel een stuk of 7 in? 9. U hoort het zelf. En ik dacht dat we op die manier tot een sluitende oplossing kunnen komen voor ook dit probleem. Het is wel zo dat bij die bedrijfswagens met het grijs kentekenbewijs er officieel geen achteruit in mag zitten. Het moet allemaal dicht zijn, maar ach, wij zijn ook geen boemannen. En ik geloof dat als ze voor dit doel gebruikt worden, dat we dan de mensen die het al zo moeilijk hebben, toch wel onderweg naar buiten mogen laten kijken. Ik dacht, een gemiddelde van 4 keer per 10 kilometer is alleszins redelijk. Ja, wij zijn helaas niet van elastiek, maar evenmin van steen. Welkom in de wondere bovenwereld waarin ik u nieuwe uitvindingen hoop te mogen demonstreren uit het gebied van de paranormale wetenschap. Mijn broer Griet toont u nu al jaren vindingen op het gebied van de normale microelektronica. Het wordt hoog tijd, dacht ik, aandacht te besteden aan de paranormale wetenschap en de microelektronica die daarbij gebruikt worden. Als eerste apparaat waarmee u zelf paranormale verschijnselen kunt waarnemen, toon ik u deze UFO-opwekker. UFO's, vliegende schotels dus, komen steeds vaker voor. Onlangs werden er weer duizenden waargenomen boven
Eindhoven, Brussel en Parijs. Door dit apparaat aan te zetten vertoont het een blauwe gloed. Door nu een half uur met gesloten ogen voor dit apparaat te gaan zitten, het vervolgens weg te zetten en de ogen te openen, dan kunt u zelf UFO's waarnemen. Blauwe schijven, vliegende schotels dus en tientallen vliegende objecten. En dit alles dankzij de ingebouwde micro-elektronica. Schotels waarmee u thuis satelliet-tv-beelden kunt ontvangen, heeft mijn broer u al vaak laten zien. De wondere bovenwereld toont u nu een schotel waarmee u kunt communiceren met overledenen. Deze zogenaamde hemelfoon is rechtstreeks op de hemel gericht en door middel van de ingebouwde micro-elektronica en deze telefoon die rechtstreeks op de schotel is aangesloten, kunt u in contact komen met overledenen. De Japanse firma die deze hemelfoon bij u in de tuin plaatst, levert er een persoonlijke code bij en door nu nummer 23... achter te draaien, kan ik in contact komen met mijn reeds 10 jaar overleden tante Jans. Ja, dag tante Jans, dit is Grut, hoe gaat het met u? Fijn, dank u wel. Dat was mijn overleden tante die mij veel succes wenst met het programma De Wondere Bovenwereld. Sommige paranormale genezers zijn in staat de lichtverschijnselen waar te nemen die hangen rond de lichamen van hun patiënten. Hier op de paranormale fotokinese te Keulen toon ik u een primeurtje, namelijk de aurabril. Met behulp van de in deze bril ingebouwde gevoelige sensoren en micro-elektronica kan iedereen nu de aura of stralenkrans waarnemen. Dit is een model dat ik waarneem zonder de aurabril. En dit is hetzelfde model dat ik waarneem wanneer ik de aurabril op de neus plaats. De aurabril is nog niet in de handel, maar toch ligt het me nuttig de bril alvast te tonen in deze aflevering van Een Wondere Bovenwereld. Steeds meer mensen krijgen thuis last van vreemde verschijnselen. Er wordt geklopt, er wordt getikt, er vliegen voorwerpen door de lucht en aan schaven en er wordt boven gelopen terwijl er boven niemand is. Er is nu een speciale paranormale videocamera in de handel waarmee u deze geestverschijningen kan vastleggen. Wanneer ik deze videocamera richt op deze kamer en het beeld later weer vertoon op een monitor, dan kunt u zien welke geest het is die u 's nachts uit de slaap houdt. De paranormale camera bevat ook een ingebouwde microfoon die soms kan registreren hoe uw huisgeest achter de piano plaatsneemt en een prachtig stuk muziek ten gehore brengt. Zo registreerde ik onlangs een stuk muziek dat duidelijk moet worden toegeschreven aan de reeds lang overleden Chopin, die door middel van de ingebouwde micro-elektronica probeert dit stuk muziek aan u en mij door te geven. Dat tijdens spiritistische seances tafels kunnen dansen is een wetenschappelijk bewezen feit. Maar dat tafels op een hele bijzondere manier kunnen dansen wordt nu getoond door de paranormale heer Vanderbilt uit Muiden. Feitelijk hebben we hier te maken met een grapje, maar het leek me grappig genoeg om u te tonen in de wondere bovenwereld. Zeer populair zijn momenteel de reïncarnatietherapieën waarmee u door middel van hypnose of een andere regressietechniek een kijkje kunt nemen in een vorig leven. Hier op de reïncarnatietherapievakbeurs van Tokio laat ik u een primeurtje zien, namelijk dit reïncarnatiehorloge waarmee door middel van de ingebouwde elektronica u kunt zien hoe laat het in een vorig leven is. Mijn normale horloge wijst 9:30 aan, terwijl dit reïncarnatiehorloge aangeeft dat het in mijn vorig leven 2:15 is. Dit primeurtje is nog niet in de handel. Mijn broer had het dolgraag in zijn programma hebben, dat is lekker niet gelukt. Ik kan het u als eerste tonen in deze aflevering van Een Wondere Bovenwereld. Wie voldoende arrogant is, durft tegen alles en iedereen een grote mond op te zetten. Dat hoeft niet per se in groepsverband, want demonstreren kun je ook in je eentje. Ben
ben je het vanzelf met jezelf eens. En als je maar arrogant genoeg bent, zul je nooit meer met jezelf van mening verschillen. Dus trek die bek maar open. Ah, lekker. Hé? Is lekker toch? Nee, de hele week hou ik mij voornamelijk bezig omdat daar het meeste financieel aan zit op dit moment met scheidingsreportages. Vroeger had je bruidsreportages, maar dat is nou allemaal scheidingsreportages geworden. Ellende die je dan ziet. Ja, joh. Dus mag ik, als ik even de tijd daarvoor heb, graag erop uittrekken om zoiets levendigs als boomschors, hè? Schors. Wat eerlijk en van zichzelf is en geen vlieg kwaad doet. Bedoel ik maar. Vind ik lekker om dat dan vast te leggen. De rust die er ook vanuit gaat. Schors. Oud, hè? Hoort bij die boom. Het is één geheel met die boom. Ja, vind ik mooi, die dingen. Maar, dat klinkt misschien wat arrogant. Dat ik dat hier nou als professioneel fotograaf op jullie gevoelige plaat van amateurs, als je die dan eventueel hebt of bent, wil vastleggen. Maar dat is dus dat ik fotografeer met een bepaald merk film. En dat ik daar dus geen reclame voor ga maken waar ik dan mee fotografeer. Maar dat ik wel even duidelijk wil stellen waarmee ik niet fotografeer. En als er stront van komt, dan ben ik graag bereid om dit tot de laatste druppel in al zijn verantwoordelijkheid op te eten. Maar dat is dus dat ik niet werk met films van het merk Kodak. Kodak. Daar werk ik dus niet mee, Kodak. En daarom moet ik er ook af en toe uit, omdat ik me daar nogal over op kan winden. Om allerlei redenen. Dus blij dat ik dit heb om even in zo'n schors tot rust te komen. En dat klinkt nou vrij arrogant dat ik dat zeg, van niet met Kodak werken. Maar ik maak mij daar ook zo kwaad om, omdat je bent de hele week bezig met scheidingsreportages. He? Je ziet al die arrogante koppen van het lag aan hem en zij, het lag aan haar en andersom. Je komt even tot rust. He? Schors, boom. Je fotografeert. Wat is fotograferen anders dan het leven bewaren? Vastleggen. Klik. Leven. En Kodak. En ik zal het je even laten zien. Ik heb hem toevallig bij me. Die adverteert nu hiermee. Dat doet de firma Kodak. Lees nou toch eens even met mij die advertentie mee. Kodak, fotografie, het bewaren van het leven. Beginnen ze al. Schiet met scherp. Tekst vervolgt. Schiet als een beroeps. Tref elke kleur voluit. Zonder genade voor de korrel. Raak in elk detail. Schiet met Kodak Ektachroom diafilms. En je zet elke kleur in vuur en vlam. Kodak Ektachroom diafilm, dodelijk nauwkeurig. Je houdt het toch niet voor mogelijk. Ik bedoel, ik ben echt niet zo'n geitenharen wollen sokkenlul die zegt van oh mensen, vrede en lief zijn voor elkaar, maar als je... En dan wil ik niet... Ik weet wel, dat klinkt vreselijk arrogant. Als fotograaf, je bent ermee getrouwd, ze geven leuke kortingen enzovoort enzovoort. En het is ook geen rotzooi natuurlijk, hè. Maar om zo'n reden dat ze dat daar bij de dokak en van het reclamebureau, dat begint ermee, dat ze dat laten passeren en dan ook de afbeelding nog. Kijk eens, een kogel. Het is godvergeet. Het is een kogel, dat filmrolletje. Nou, hier toch. Hier toch. Dus dan ben ik bezig met wat jongens. En ik heb gezegd, jongens, gewoon voor de gein. We maken een contra-advertentie. Om ze een poepie van eigen deeg te laten slikken. En daar zoeken we dan nog wat sponsors voor. Maar die krijgen we natuurlijk wel via merk die ik nou niet zal noemen. En dan heb ik in Frankrijk, daar was ik, omdat ik ook weer
even eruit moest. Je wordt er gek van waar je mee bezig bent de hele dag met al die scheidingsreportages. Kwam ik dit tegen. Ik dacht, kijk, als we die nou in de krant zetten, groot. Kodak. En dan zetten we alleen maar onder. Fotografeer nooit met Kodak. Want zo verschieten Kodak kleuren. Voor je? Zo verschieten Kodak kleuren. Kijk uit met Kodak. Hunze kleuren verschieten. Hunze kleuren sterven af. Kodak, de dood in je toestel. Ik dacht dat het een goede zaak was, althans geen slechte zaak. Dat wij als ministeries bepaalde bezuinigingsoplossingen van elkaar overnemen. Ik hoef u maar te wijzen op de heer Deetman, die in dit verband hele grappige dingen heeft gedaan op onderwijs. Het samenvoegen van bepaalde faculteiten, het opheffen van hele studierichtingen. En ik dacht dat we ook binnen WBC moeten kijken welke segmenten elkaar kunnen overlappen. Zodat de ene hand de andere wast en broekzak vestzak wordt en andersom. Ik vertel u niets nieuws als ik u zeg dat het grote probleem het bejaardenprobleem zal worden. Zullen door de sluiting van het huis duizenden bejaarden stromeloos gaan rondlopen. Overdag is dat geen punt, dacht ik. Ze kunnen eentjes voeren, etalages kijken, elkaar helpen bij het oversteken. Maar laat je ze 's nachts. Ik geloof dat de openbare bibliotheken hier een uitkomst kunnen bieden. Een bibliotheekboek is gemiddeld zo breed. De planken zijn zo diep. Er zijn tientallen boeken, hebben wij geconstateerd, die nooit worden uitgeleend. Die planken zou je kunnen uitruimen. En daar kunnen dan bejaarden een onderkomen voor de nacht op vinden, dacht ik. Hè? Het is droog, het is warm. Hoeveel schat je? 163. U hoort het zelf, 163 bejaarden kunnen gemiddeld per openbare bibliotheek in elke Nederlandse gemeente een permanent nachtonderkomen vinden in de openbare bibliotheken. En dat lijkt me een niet te verwerpen oplossing. Ze kunnen dan ook gebruik maken van het boekenaanbod. Ze mogen dat lezen, maar vanzelfsprekend wel tegen de vergoeding van het normale leengeld. Want we zijn niet van elastiek, helaas. Maar evenmin... van Steen. Wat een fantastische tijd waarin wij toch leven. De duivelingwekkende ontwikkelingen binnen het computergebeuren zetten onze goede oude samenleving volkomen op zijn kop. En wie daar nu niet bij aantikt en op inspeelt, die mist straks lelijk de boot. Zorg er dus voor dat ook jij arrogneut wordt. Je kunt maar beter klaar zijn voor die te gekke 21ste eeuw. Hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Zo, dat is klaar. Nou, zeven wij dit briefje even op de floppy disk. Dat is gebeurd. Dan terug naar het verzendschema. En dan draaien wij even het geheime nummer van de computer. Zo. Daar is de fluittoon. Nou drukken wij de hoeren in de rubberen doppen van dit apparaat. En met één druk op de knop verzend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak. Die stuurt hem rechtstreeks door naar de printafdeling. Daar staan 10 printers dag en nacht te draaien. En binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Ja, dat is gebeurd. Nou, was ik een van de eersten die begreep dat ik voor dit soort werk eigenlijk helemaal niet op de zaak hoefde te zijn. Dat dat net zo goed thuis zou kunnen gebeuren. Enfin, ik leg dat voor aan de secretaris-generaal. Die laat dat even op zich inwerken en die zegt, Bijlema, jij hebt gelijk. Jij hebt volkomen gelijk, maar... Hou dat alsjeblieft een beetje onder ons, want dit is natuurlijk een bom onder het hele kantoor gebeuren. Want daar gaan we onherroepelijk heen. Iedere Nederlander, zeg ik, moet zijn eigen computer hebben, zodat we dan eindelijk eens een beetje toegerust zijn voor die 21ste eeuw waar we hard naar op weg zijn. En dat er nu überhaupt nog nieuwe kantoorpanden verrijzen, is eigenlijk een schandaal van de eerste orde, mag ik even. Bijlema. Jakaton. Neemt u mij niet kwalijk dat ik eigenlijk de brutaliteit heb om u thuis te storen. Maar ik had toch een heel voorzichtig vraagje, meneer Bijlema.
Het is zo dat de brief is prachtig, natuurlijk, maar hij eindigt met hoogachtend. Hoogachtend? En dan uw naam, dus J.H.M.B.J. Bijlema. Maar ik wilde eigenlijk voorzichtig even vragen of dat hoogachtend of dat klopt. Dus... Hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Is dat al geprint, Karton? Ja, ik zit nu op 2000 stuks die zo geprint zijn. Wil je dit tegenhouden? Dit gaat niet zo de deur uit. Ik zal nog even previewen. Nee hoor, hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Het foutje zit toch echt bij jou? Ik zal het nog één keer doen en dan wel met je snuffert erbovenop, hè, Karton? Goed, Bijlema. Ik zeg dus, we kunnen niet volstaan met een computertje hier en daar op de scholen te plaatsen. Ik zeg, elke Nederlander zijn eigen computer en dat moeten we doordrukken zoals de kabel in Nederland er ook is doorgedrukt. He? Dus gewoon elk huis zijn eigen computer neemt ook die angst een beetje weg. Want waar zullen we bang voor zijn? Het is gewoon heerlijk, het is een integratie van werk en vrije tijd. Ik zou zeggen, kom eens mee. Ik ga even wat laten zien. Ja. Nou, beneden was dus de werkplek en hierboven alles onder één dak. De hobbyhoek. En mensen, hier komt het grootste station van West-Europa, namelijk Ulm. Kennen we Ulm? Internationaal knooppunt in Zuid-Duitsland. Komen er gaan 3000 treinen per dag. En dat ga ik dus hier helemaal nabouwen met behulp van de computer. Van de computer. Neem me niet kwalijk, mensen. Het werk roept. Ja. Bijlema. Ja, Karton. Heel brutaal, meneer Bijlema, om u weer thuis te storen. Maar er staat nog steeds hoogachtend in de brief. Ik dacht... Hoeveel nu? Dus er liggen nu in totaal 3000 brieven met hoogachtend J.H.M.B.J. Bijlema. Karton, het gaat hier goed de deur uit. Foutje zit bij jou, hoor. Wacht even. Karton, ik maak van dat hoogachtend maak ik met vriendelijke groeten. Ja, kan ook. Goed. Hij komt er zo aan. Blijf er even bij, hè. Goed. En nogmaals duizend excuses, meneer. Meneer Bijlema. Met vriendelijke groeten... J.H.M.B.J. Sorry, hè. Bijlema. Computer. Pieper de piep. En daar gaat hij. Met behulp van de computer dus. Want je koopt tegenwoordig in de winkel een floppy disk met daarop het volledige programma van het station van Ulm. En je stopt dat in je computer en alles komt voorbij. De treinen, de wissels, de rechten en de kromme rails. Wel nu, als je dat dan allemaal bij elkaar hebt, kan de bouw beginnen. Hier komt een tunnel, daar een berglandschap met een meertje en een klein watervalletje erin. En ja, wat doe ik nu? Werk ik in mijn vrije tijd of speel ik in de baasentijd? Ach, dat doet er in de 21ste eeuw allemaal niets meer toe. Meneer Bijlema, het is hoogst brutaal dat ik u nog een keer thuis stoor. Maar ik wilde toch nog even vragen voor alle zekerheid. Hoogachtend is nu weg, dat is in orde. Maar ja, er staat nu met veranderlijke greuten. Met veranderlijke greuten? Met veranderlijke greuten, J.H.M.B.J. Bijlema. Luister eens even hier, Karton. Als deze zaak binnen 1 uur niet is geregeld, gaat er een rapportje over deze zaak naar de secretaris-generaal met de veranderlijke greuten van J.H.M.B.J. Bijlema. Is dat duidelijk, Karton? Duidelijk, meneer Bijlema. Ja, daar zit hij nou, die brave meneer Karton. En hij voelt zich allesbehalve lekker. Hij overziet zijn leven en hij heeft het vervelende gevoel dat hij bezig is tussen de wal en het schip te vallen. Waarom? Waarom overkomt hem dit allemaal? Omdat hij gewoon niet arrogant genoeg is. Daarom.
Meneer Van Dungen, met Katon. U weet nog dat u gisteren had gezegd dat ik vandaag wat eerder weg mocht voor naar de dokter te gaan? Ja. Tot morgen. Ja, dag. Dank u. Arrogantie, precies. En wie nu nog niet arrogant is, die kan het maar beter heel snel worden. Hoe doe je dat? Geen probleem, want er zijn tegenwoordig tientallen moderne methoden om ook jou aan die broodnodige capsones te helpen. Ja, er zijn nog steeds mensen die zeggen dat je er in moet geloven. Je moet geloven in hypnose en geloven in reïncarnatie. Ik geloof dat dat volstrekt onjuist is. Mijn jarenlange praktijk heeft bewezen dat geloven hier is omgeslagen in een zeker weten. En ik geloof dat het heel heilzaam zou zijn voor alle Nederlanders als zij eens onder hypnose een kijkje kunnen nemen in hun vorige leven. Want je bent niet wat je op dit moment bent. Je bent opgebouwd uit vele stukjes vorige leven. Ik geloof dat we dan een veel gezondere maatschappij zouden kunnen krijgen als we die wetenschap ons eigen maken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, en nou, dit ben ik ook gestrekt. Zo, nu doet u de ogen dicht. Doet u maar dicht. En nu staat u aan het strand. En nee, pardon meneer Katon. In uw geest, hè. U droomt als het ware dat u al op het strand staat. Gaat u maar weer liggen. Ja. Ja. Doet u maar de ogen dicht. Ja. Hypnose. Het nieuwe tovermiddel tegen de door de algemene crisis veroorzaakte persoonlijke crisissen. Door hypnose leer je wat er allemaal in je zit. En als je maar eenmaal weet wat er in je zit, dan kom je er wel uit. Blijft u in trance, meneer Katon, maar opent u even de ogen en zegt u mij, wat zijn dit, meneer Katon? Kijkt u maar. Wat is dit? Een eitje. Een eitje. Een trietje. En? Trietje. Waar komen de eitjes vandaan? Uit de kipje. Van de kip. Van de kip. En wat voor geluid maakt een kipje? Tok, tok. Tok, tok. Tok, 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 tok. Doet u uw ogen maar weer dicht en denkt u aan de kipjes. De kipjes tokken in uw hoofd. Tok, tok, tok. Wat gaan ze tekeer in uw hoofd, hè, meneer Katon? Tok, tok, tok. Wat een eng geluid, hè, meneer Katon? Tok, 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 tok. De heer Katon heeft alleen maar getokt. En de hypnotherapeut trekt onmiddellijk zijn arognostische conclusies. Zonder omwegen voert hij zijn patiënt terug naar één van de plaatsen uit die zijn vorige leven. In een eeuwenoud verleden, ergens in Nederland. Kijkt u maar eens goed om u heen. Herkent u iets? Maakt dit iets in u los? Nou? Kijk eens even. Als ik hier ooit in een vorig leven eerder ben geweest, dan was dit er nog niet. Dan was dit er nog niet? Nee. Heel goed, meneer Katon. Dan was dit er nog allemaal niet. Ik ben hier misschien wel geweest. Ja. Maar dan was dit er nog niet. Dan was dit er nog niet. Daar ben ik al heel blij mee, meneer Katon. Nu ben ik hier. Laten we eens verder gaan kijken. Nu is het er allemaal, maar het is niet zo dat ik zeg alles wat er nu is, dat, of dat ik iets herken. Eigenlijk niets. Dus daaruit zou je afleiden dat het er toen niet was als ik er toen was. Of dat ik hier nooit geweest ben. Nou, komt u maar eens. Komt u maar eens. Ja, graag. Die boom, meneer Katon, die boom. Kijk eens daar goed naar die boom. Herkent u daar iets in? Die boom? Nee. Was die boom er
toen u er was? Ik weet niet of ik hier was ooit, hè? Dat weet u nog niet zeker? Nee, dus komt u dan maar eens mee. Die boom, nee, was. Die boom ken ik ook niet, zegt me ook niks. Wat zegt u nog allemaal niet? Zegt u niets. Nee. En toch? Ja. Ja, 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 ja. Ja? Nee, daar komt u maar. Herkend of zo? Nee, nee. Dan gaan we verder. Dit ook niet? Nee. Nou? Die steentjes misschien? Ja. Patroon van die steentjes? Ja. Ja? Nou, meer dan nog die put, hoewel. De put, ja. Ja. Nee. Dan gaan we nog eens verder, meneer. Nee. Ik weet het. Het eerste wat ik weet is... een step. Dat ik reed op de step. En step en zo. En dat ik omkeek en klap met mijn neus op de pen van de stuur, dat ze zo pats, dat het bloed er allemaal uit spoog. Maar ik heb toch sterk tegen de indruk... Tegen een muur reed ik toen met de step. Ah, u reed tegen de muur. Ik wil ook... Met de step tegen de muur. Ja. Engels dat. Autopet, autopet noemde dat toen. Meneer Karton. Want ik heb sterk het gevoel dat u nog niet terug wilt naar de tijd van voor uw geboorte, meneer Karton. U staat als het ware met uw rug tegen de... Nee, was met mijn hoofd tegen de muur. Ging muur ik sloeg over de step heen met mijn hoofd tegen de muur. Maar dat is gewoon allemaal dit leven. Dat is niet mijn vorige leven. Dus... Blijft u eens in trance en kijkt u eens wat ik u nu aanreik, meneer Karton. Ik denk dat ik helemaal geen vorige leven heb gehad. Een pen en papier. Kijkt u maar even en tekent u eens even waar u met uw rug tegenaan staat. Waar tegen ik met de step tegenop reed. Nou, dat was een muur. Zoiets. Grote stenen en kleine steentjes. Komt u eens erbij, komt u eens erbij. Kijk eens. Kijk nou eens dit. Nee, kijk u eens naar dit patroon. Kijk eens. Camera heeft het dit. Toch heel duidelijk, meneer Patroon. Ja, precies. Ja. Ja, dat is wel sterk. Dat is wel gek, zeg. Inderdaad, dat zo. Maar om nou te zeggen, hier, ja? Nee. Iets naar boven waarvan u zegt. Hoewel alle sporen overduidelijk naar Barneveld leiden, lijkt het er nog altijd op dat de patiënt geen binding heeft met dit evenoude Veluwse plaatsje. Maar zo gemakkelijk geeft een goede paragnos niet op. Hij moet en zal de onderste steen uit zijn patiënt naar boven krijgen. En nou gaat u hier eens naar boven. Hier de stenen.
En dan moet u eens kijken of dit niks bij u losmaakt. Gaat u hier nou maar naar boven. En, meneer Karton. Nou, ja. Komt er al wat? We woonden vroeger op een bovenwoning. We woonden op een bovenwoning. Aha. Ja. En nu heeft het lang genoeg geduurd, meneer Karton. En kijkt u nou hier eens over de rand. Eng! Maakt dat iets in u los, meneer Karton? Hoog. Hoog. Eng. Eng. Maar, meneer Karton, wat fijn hè, dat u hier niet af hoeft te springen. Nou! Heerlijk hè? Fijn! Voelt u zich al wat beter, ja. Meneer Karton? Juist. Nou, dat is wat een hypnotherapie kan bewerkstelligen. Ik heb nu 37 Jan van Schaffelaars in behandeling gehad. En nog zijn er mensen die niet in reïncarnatie geloven. Het is een schande. Hij heeft het gehaald. Eindelijk durft de heer Karton arrogant en uit de hoogte te doen. Hij is wat je noemt een arrovenu. En klaar voor die waanzinnige 21ste eeuw. Nee, de heer Karton laat zich niets meer wijsmaken. Met Karton, meneer Bijlema. Met Karton. Meneer Bijlema. U kunt deut veulen. Met vriendelijke groeten kunt u deut veulen. Doodvallen. Daar, meneer Bijlema. Niets nieuws, dacht ik, als ik u zeg dat de buurthuizen in Nederland tegen de vlakte gaan, althans gestoten zullen worden, althans niet open zullen blijven. En ik dacht dat dit niet alleen maar nadelen had. Een van de voordelen is dat er minder passief gerookt zal worden. Er hangen nogal wat dampen in zo'n gesloten buurthuis, waarvan de inademing nou niet bepaald uitsluitend positieve gevolgen heeft voor de niet-rokers. We hebben gezocht naar een alternatief en we hebben dat gevonden, dacht ik, in een bezuinigende sfeer in de duizenden huisjes van dit type die hier in Nederland staan opgesteld. Het open buurthuis krijgt hierdoor ook een makkelijker in- en uitloop karakter. Het is frisser, het is gezonder, het is wijder. Er zijn hier, dacht ik, voor 50 buurtbewoners toch zeker mogelijkheden om met allerlei geweldige dingen op een leuke manier in de weer te zijn. Hoeveel, dacht je, kunnen er... 79. U hoort het zelf, 79 buurtbewoners kunnen hier vrijelijk in- en uitlopen. Ander voordeel is dat het openbaar vervoer direct aan de rand van het buurthuis stopt. Nee, dat... biedt wel mogelijkheden in de bezuinigende sfeer. U ziet het, wij zijn niet van elastiek, helaas, maar zeker niet van steen. Nu het vrijwel voor 199% zeker is dat Amsterdam over 2 weken de organisatie van de Olympische Spelen 1932 krijgt toegewezen, dacht ik dat het te verstandig was en de raadzaam ook om dat enthousiasme van de Amsterdammers vast te houden en te proberen om ook de Olympische Winterspelen van 1996 naar Amsterdam te krijgen. Het is zo dat ik momenteel aan het rondleiden ben. Lord Melbury. Lord Melbury is een belangrijk lid van de International Olympic Committee. En Lord Melbury komt uit Engeland. En u weet, er zijn 4 kandidaten. We hebben Hinterklem in Oostenrijk, Santa Virginia in Italië, Alpe d'Huez in Frankrijk en Amsterdam. En ik zal hem laten zien dat Amsterdam klaar is voor de Olympische Winterspelen van 1996. As you can see, the canals are beautiful. Cleaned up. Oh ja, there are no sinking bikes anymore in the canals. And I think this is an ideal situation for the skating matches. When we put ice on the canals, you can organize beautiful skating matches in Amsterdam. Jolly good. Perhaps you would like a beer, typical Dutch. Oh, no. Thank you. I am sorry, but I have no longer the promotional Olympic official beer pump, but it's beer in bottles and it tastes as good as Wells. You want a Dutch beer now? No, thank you. No, perhaps no, later on we can drink a Dutch beer in this beautiful Amsterdam. The candidate for the Olympic Winter Games in 1996.
Het paleis op de Dam is. En hij zingt de Palais on the Dam is ideal. Qua situation voor offeringen, welcome drink to the athletes of the Olympic Winter Games of 1996. It's damned good. And talking about the drink and the ball, would you like to drink a beer now? A beer? A typical Dutch beer. No, thank you. Not yet. It's not the time. The Lord wants not yet to drink a Dutch beer. Perhaps we can go in the palace, then I can show you around that you can see the possibilities. Hier, Lord Melbury, you see the ei. The ei is only differs one letter with ice. Jolly nice. And ice is for skating on, so I think the ei is an ideal possibility for the skating matches of the Olympic Winter Games. I see. And right across the ei, is the tiny bridge, the magere brug. And right across over the magere brug is de Schreierstoren. In de Schreierstoren werden de ladies of the fishermen used to cry van oh, 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 when the fishermen went on the ei. I see. Where we can do the skating for the Olympic Winter Games. I see. So if you will follow me to the Schreierstoren, then you can see. It's another for the chronometering. It's an ideal position. Yeah. Enormous possible possibilities. Yeah. And then you can have the skating here or the ice, the hockey on the ice. Oh, yeah. What's your head, please, Lord Melbury? Oh, because the Brits are very good. Gracious me! Yes. What's your head? So, but the skaters can go on skating under the Brits, doesn't matter at all. I see. Then we have in the Stopera, it's a new building which I will show you later, a possibility for the bobsleigh games in the Stopera. Oh yes, the bobsleigh. And other winter games. Ik dacht dat het heel belangrijk is dat Amsterdam. Wat wij voor de zomerspelen van 1992 een wat te groot imago hebben gegeven van wereldstad. Dat Amsterdam zijn knusheid en zijn charme verkoopt, die het ook wel degelijk heeft. En dat hoort nu eenmaal meer bij de plaatsen waar Olympische winterspelen worden gehouden. De accommodaties zijn onbeperkt, dat is geen probleem. Talloze hotelbedden wachten de wintersportatleten. Dan wordt er gezegd, ja, maar hoe moet er in Nederland geskiet worden? Ook een Olympische sport van je welste. Ik zou willen wijzen op de mogelijkheid van de Botenbergen, de Butter Mountains, die naar Amsterdam gehaald kunnen worden, waar perfecte afdalingen mogelijk moeten zijn. Ik dacht dat Amsterdams dit alles opgeteld een enorme kans maakt. Een enorme possibility van possible possibilities. Heard about the top of the sea deck. I see. This is the top of the sea deck. Oh, yeah. And I cleaned the top of the sea deck from all the junks. I see. So there are no junks when the Olympic Games come to Amsterdam. Jolly good. No junks. I cleaned them all far, far away in the ei. I see. And there is always vorst in the Netherlands because we have a queen. I see. You can see there is always vorst in Amsterdam. Oh, yes. That's another advantage of enormous possibilities. Very good. Shall we go on? Then please. I can show you some other places of interest. And it's a very pity that you cannot see it from now, but from the air you see 5 Olympic rings that are welcoming all the athletes to the Olympic Winter Games in Amsterdam in 1996. I hope, Lord Melbury, you have enjoyed all the ships. That's a very yes, big I ships. See. Yes, ships, of course. Ships, yes. Great ships. You're trying to fool me, that's you little bastard. What an arrogance. Ha! Unbelievable.
wel, ik zou zeggen dat er die dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Het is toch zo dat wie niet wacht, die niet wint. We kregen in 2058 weer een wereldtentoonstelling. Het moet mogelijk zijn om die naar Amsterdam te krijgen. Ik zou zeggen, als u allemaal 20,58 overmaakt, dan bent u automatisch donateur daarvan. Met elkaar moet het toch één keer lukken in Amsterdams. Misschien wilt u een Hollands biertje. Ja, we hadden hier natuurlijk wat meer Arro-publiek verwacht, maar het moet zich nog even rondpraten dat dit fantastische programma van Van Koten en de Bie live wordt uitgezonden vanuit de Rumrunners in Amsterdam. Dat moet zich nog even rondpraten, maar de volgende keer zijn we er weer en weer live. En weer vanuit de Rumrunners en weer vanuit Amsterdam. Met onder andere een filmpje over hoeren. Ja, je hoort het goed. Hoeren bij Van Koten en de Bie. Het wordt waarschijnlijk een candid opgenomen filmpje van heroïneprostituees. Of het verslag van een hoerencongres. In ieder geval, jullie krijgen iets over hoeren. Maar ook minder serieuze onderwerpen. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de vraag: wat dragen arro's van de winter? En wat hebben zij daar onderaan? Wat doet een arro zomers met zijn ouders? Heeft jouw surfplank gevoel? Zo haal je je neus op. Hoe lees je eigenlijk een boek? Bom, blijven en toch rijk worden. New York, Amsterdam, Parijs. De laatste cd's, wanneer haal je Chinees? En te gekke wc's van bekende arro's. Het zou dus heel onverstandig zijn als je de volgende keer weer niet naar ons kijkt. En ik denk dat het hier dan barstens vol zal zitten met allemaal nieuwe arro's. Arro-videxie!